Ronald, VZV is al 5 jaar bij elkaar met hetzelfde groep. Jullie zijn nieuw, maar toch zijn jullie al echt altijd Eredivisionist. Dus wie is hier vanavond eigenlijk dan de favoriet? Ja, ik weet niet of je over een favoriet kan praten. Kijk, wij moeten 11 nieuwe speelsters inpassen. Hier zijn het al een poosje toch dezelfde 14 met dezelfde trainster. Ik denk dat die wat dat betreft in het voordeel zijn. Het enige wat ik hoop is dat we vandaag gewoon beter spelen. Alweer een stukje beter dan verleden week. Verleden week tegen Dallas hebben we eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld. Waar gaat vandaag het verschil gemaakt worden? Waar denk je tussen deze twee teams? Deze twee teams, nou ja, de kwaliteit van VZV is dat ze voornamelijk hard rennen. En zeg maar de makkelijke doelpunten maken. En je moet zorgen dat je dat er een beetje uit weet te halen. En doe je dat niet, ja, dan weet je dat je hier met het publiek zeg maar, dicht op de vloer een lastig avondje gaat krijgen. Dankjewel. Bert, die op de tweede speeldag, meteen een klapper thuis. Wie is hier vanavond eigenlijk de favoriet? Nou, ik heb gehoord dat wij de prooi zijn. Maar ik ben niet zo graag een prooi. Ik ben liever de jager. Dus laten we het daarop houden. Nee, ik denk, het zijn geen favorieten. We moeten er alle twee hard voor knokken. En dat zullen we doen. Ze krijgen niet het cadeau. Vorige week natuurlijk een droomstart in de Eredivisie. Wat doe je eraan dat nu te continueren? Dat ze wel scherp blijven, dat het vanzelf weet, niet vanzelf gaat? Nou, het gaat niet vanzelf, maar de groep is zo gemotiveerd. En dat hebben we in het verleden al gezegd, hè, de uitdaging naar de Eredivisie is op zich heel groot. Dus ze zijn zich allemaal wel bewust wat het is. En voor een paar meiden is dit helemaal bijzonder. Monique, Joyce en Lotte, die eigenlijk ook nog tegen een oude ploeg spelen natuurlijk. Ja, maar goed, de B-junioren hebben ook tegen veel van deze meiden, of de A-junioren gespeeld. Dus joh, we kennen elkaar toch allemaal. De wereld is zo klein. Dus vanavond afrekenen met de grote zus? Nee, ik denk de uitdaging aangaan met de grote zus. Maar het is geen grote zus meer. Het is alleen de andere kant van de AC De Graaf. Zullen we het daarop houden? Ja. Lijkt me verstandig.
besef je wel hoe bijzonder dit is? Maar ik besef het nog niet, maar het is wel heel bijzonder natuurlijk. Maar ja, tweede helft is ontzettend sterk en hebben ze als team gewerkt met elkaar en voor elkaar. En ik denk dat daar onze winst lag. Nou, de eerste helft was lastig, moeilijk en de tweede helft vlogen ze uit de startblokken. Wat heb je in de rust tegen ze gezegd? Nou ja, ik heb in de rust tegen ze gezegd dat ze als team moesten gaan spelen. De afspraken na moesten komen waar we op trainen. Ja, en dan is het collectief altijd het sterkst. Dus... Ja, want een jaar of vier terug was winnen van SCW 2 een stunt. En inmiddels win je van het eerste, dus er is een hoop veranderd hier. Hè? Ja, er is heel veel veranderd. Maar de competitie is nog lang. Dus we moeten zo doorgaan. We moeten steeds maar weer blijven ontwikkelen. En nog meer zelfvertrouwen opbouwen. En dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Dankjewel. Hoe is jouw analyse van de wedstrijd? Ik vond de eerste helft was niet echt een geweldige wedstrijd in mijn ogen. Er was van beide kanten denk ik vooral harken. En wij harkten het beste. Dat was een beetje wazig met wel 7 meter, geen 7 meter. Dat deed de wedstrijd ook geen goed, om het maar zo te zeggen. Je komt hier dan met 2 doelpunten verschil, ga je de rust in. En ik denk dat de bottleneck vooral ligt de eerste 4 minuten na de rust. We schieten 8 keer zonder wat voor voorbereiding dan ook op het doel. Nou ja, wat ik straks al zei voor de wedstrijd is 1 ding aan VZV, dat is rennen. En dat deden ze op dat moment gewoon goed. En pakken een voorsprong. En ja, daarna komen ze een klein beetje in de flow. Onze dekking is iets minder. En dan merk je dat afspraken door vermoeidheid iets minder worden. Maar we pakken het op een gegeven moment wel weer aardig op. En zeker toen we met 2 cirkellopers hebben we wat offensiever gingen spelen. Alleen ja, dan moet je ook het geluk hebben. Ik geloof dat we met 2 cirkellopers 8 keer in balbezit komen. 2 doelpunten maken en 6 keer gewoon het doel niet haalden. Of het vooral naschoten, ja, dat is niet zo handig. Dan zijn de wedstrijden inderdaad zo dicht bij elkaar, dan valt, is dat de beslissing? Ja, ik denk dat, wat mij betreft zit het heel dicht bij elkaar. Maar ik denk sowieso in de Eredivisie, ik heb de bovenkant, die lijkt me wel duidelijk. En dan zijn er in mijn ogen 7, 6 ploegen die vorm van de dag, hoe lang blijft iedereen heel. En dat maakt, rond plek 4 tot en met 8 gaat spelen of dat je even helemaal niet meedoet. Hoe is de eerste indruk van de knie van de geblesseerde speelster? Ja, nou ja, weet je, dat is ook zoiets. Het meisje glijdt naar haar toe, weet je. Eigenlijk is het een overtreding. Maar ja, oké, we beoordelen dat anders. Maar gelukkig, eerste indruk is dat het wel meevalt. Het was meer pijnlijk. En ze heeft natuurlijk een historie met haar knie. Dus ja, dan zal de angst wat sneller er zijn dan bij een gezond iemand. Nou, de competitie is nog lang. Wensen jullie heel veel succes en tot de volgende keer. Oké, ja, dankjewel. Eens gelijks. We'll be right back.